zijn we weer met een volgende vlog vanuit de stuurhut van de Volspace. En ik sta hier met Ilona Velsboer van TNO. Ilona, van de zomer hebben we elkaar gesproken en toen heb jij laten zien hoe het meet-experiment eruit ziet. Het meetprogramma dan. Dit programma is niet helemaal hetzelfde. Er zijn veranderingen. Wat is er allemaal anders? Ik denk de basis van het ethaan en methaan is hetzelfde. Mm-hmm. Ja, we zijn nog steeds op zoek naar ethaan en methaan emissie. Ja. Maar dit keer doen we het tracergas op een andere manier loslaten. Oké. Okay. We hebben nu één container waar de flowmeters met de gasflessen al in zitten. Mm-hmm. En de operators op het platform die hoeven dan alleen maar de flessen open te zetten, de slang aan te sluiten en dan zijn alle handelingen voor hun klaar. Oké, okay, ja. De container als die daar op het dek staat, die wordt dan bij het platform omhoog gehezen. Mm-hmm. Ja. Daarnaast nog een hijsmand met een slang van 50 meter. Die kunnen ze gebruiken om op platformniveau het racegas los te laten. En ze gaan hem ook in de kraan hijsen en dan gaat hij 26 meter ongeveer omhoog. Oké, okay. Dus je hebt zometeen twee verschillende niveaus waar het racegas losgelaten kan worden. En wel gewoon op dezelfde manier met dezelfde slang, zodat daar geen variatie in zit. Mm-hmm. En dan kunnen we ook zien van wat de emissies zijn, kunnen we terugrekenen wat de emissies van methaan zijn, doordat we exact weten hoeveel racegas we loslaten. Ja. En dat wat we dan meten, dat hebben we ook voor methaan gemeten. En dan kun je vanuit methaan weer terugrekenen naar hoeveel er dus van een platform afkomt. Oh, oké, okay. Ja. We doen nu 5 platforms waar we racegas loslaten. Mm-hmm. Ja. Ja, want vorig jaar hadden we 2 platforms waar dat kon, maar dan moesten de flessen van tevoren al naartoe gestuurd worden. En dan moesten zij alles in elkaar gaan zetten. Dus was veel meer kans op ook fouten. Ja, oké, okay, en dat sluiten we nu allemaal uit. Ja. Want het enige wat ze moeten doen is de slang koppelen, toch? Ja, en de flessen openzetten. En de flessen openraaien. En de flowmeter in de gaten houden, dat die wel stabiel blijft. Ja, die gasmeters die in de container gaan. Ja. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog andere dingen die anders zijn? Want de vorige keer zag ik marsjes op het achterdek, maar die zijn ineens weg. Nee, we gaan nu niet meer aan stuurboord en bakboord de inlaat meten. We doen alles gewoon bovenop de stuurhut. En dan zitten nu ongeveer 5 meter boven de mast. Oké, ja. Met de inlaat, zodat we in ieder geval hoog genoeg zitten om alles te kunnen meten. Ja. En ook de meteo-sensors hebben we nu op het dak, alleen is niet meer achterop. En dat is ook voor de veiligheid efficiënter, zodat ze met hijsen geen last hebben, dat ze per ongeluk tegen zo'n mast aan kunnen komen. Ja, inderdaad, want die staken natuurlijk een flink stuk uit aan de achterkant en daar staat nu die container geparkeerd. Ja. Toen we wegvoeren zag ik ook mensen van het KNMI aan boord. Ja. Weet je wat die gedaan hebben? Want die zijn niet mee gaan varen. Die hebben alleen maar wat instrumenten achtergelaten. Ja, want doordat wij dus contact hadden met KNMI over de weersomstandigheden om dus goed te kunnen meten, was het ook efficiënt dat zij ook gewoon apparatuur bij ons aan boord kunnen plaatsen. We gaan toch. Mm-hmm. Eén daarvan is de Max Doas. Die kan NO2 in de luchtkolom meten. Gewoon helemaal van hier tot de atmosfeer. Ja. En ze hebben ook een NO2 sensor hier bovenop het dak neergezet. En die meten ze lokaal, de NO2, en die gebruiken ze ook om aan weerballonnen te hangen. En we hebben zelf in de trailer ook een NO2 monitor, een NOx monitor eigenlijk. En die kan, en daarmee kunnen we dus vergelijken van de satellietdata, de Max Doas en de lokale data. Dus het snijdt een beetje aan twee kanten. Zij kunnen dus extra metingen doen doordat ze apparatuur bij ons op boord kunnen zetten. En wij kunnen ook weer met hun data vergelijken. Ja, super. Dus, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Ja. De eerste platforms gingen goed, de tracergas release. Dus het gaat de goede kant op. Oké, okay, super. Nou, succes. Dankjewel.